gereden op de Vogue 500 DSX. Ja, het was superleuk, fijne motor. Ik rijd normaal een naked en dit is een dual motor, dus dat is even heel anders. Het was flink wennen, zeker omdat ik van een 4 naar 2 cilinder ga, maar het viel zeker niet tegen. Ik ben Jasmijn en ik heb vandaag gereden op de Vogue DSX 650. Ik vond hem heerlijk, stoere motor, 1 cilinder, lekker snel schakelen. Zoals je kan zien ben ik best wel lang en heb lange benen. Deze is perfect. Je zit gewoon lekker rechtop. Het is comfortabel sturen. Je hebt weinig moeite te doen en je gaat de bocht al door. De bocht ging heel soepel. Net als dat de motor het voor jou doet. Eigenlijk zo prettig. Verder heel fijn display heeft hij. Als het wat donkerder wordt, dan wordt het display ook donker. En verder blijft hij licht. Voor lange mensen een hele fijne motor. Hoe lang ben jij dan? Ik ben 1,80 meter. Isabelle, ik ben wat oudere beestjes gewend. Dan is dit zeker een hele vooruitgang. Er zit USB op, heb ik gezien. ABS. Verder is het gewoon standaard. Verder geen overbodige snufjes. Wel een mooie koffievet. Ja, zeker. Hele stoel. Er zit er nu maar één op, want volgens mij horen er nog twee aan de zijkant gelijk. Voor mij mag wel het zadel wat iets zachter mogen zijn. Ik heb op een gegeven moment na een rit van 130 kilometer toch op een gegeven moment wel last van het zitten. Dus dat vond ik een puntje wat misschien als je de motor overweegt wel over na kan denken. En verder gaan we gewoon proberen. Hij is rond de 10.000 euro heb ik begrepen. Niet eens, onder 10. Veel voor weinig. Dat.